Ja, volk van Suriname, daar zijn we er weer, de president en de vicepresident, om met u samen te delen de maatregelen die we treffen, het beleid dat we ontwikkelen. Allemaal zaken die te maken hebben met de ernstige incidenten die zich voorgedaan hebben afgelopen vrijdag. En we hebben gezien namelijk dat de hele samenleving die handelingen, die ernstige handelingen, afgekeurd heeft. We hebben ook de afkeuring vernomen van de internationale gemeenschap van deze handelingen, de ondersteuning ook die de internationale gemeenschap heeft gegeven naar de regering van Suriname die democratisch is gekozen. En dat geeft ons goed gevoel dat we als land, als samenleving ook beseffen dat dit niet hetgene is wat we willen als volk van Suriname. Dat allemaal uit de hand gelopen is, allemaal misgegaan is. En dat heeft ook ernstige gevolgen. In de zin van dat we veel veiligheidsmaatregelen moeten treffen om het veiligheidsgevoel in het land terug te brengen. Om veiligheid te brengen naar alle instituten zoals winkelzaken, bedrijfsleven, maar ook naar de wegen toe, naar de burger toe. Omdat het er sprake is van een ernstig onveiligheidsgevoel. Natuurlijk is de procureur-generaal met haar team bezig om die ernstige strafbare feiten die gepleegd zijn, die op te sporen. De verdachten die hiervoor verantwoordelijk zijn, ook aan te houden. En er zijn vele, vele verdachten aangehouden. Meer dan 100 personen zijn al aangehouden. Tientallen personen zijn al in verzekering gesteld. En de PG heeft net gezegd in een vergadering, waarbij de Veiligheidscommissie met alle ministers en de procureur-generaal en alle veiligheidsdiensten net vergaderd hebben, dat de opsporing van alle verdachten, alle personen doorgaat totdat iedereen is aangehouden en ter verantwoording is geroepen voor deze ernstige handelingen, ernstige strafbare feiten tegen de rechtsstaat, tegen de democratie, inbreuk op de rechtsorde, maar ook een ernstige inbreuk naar de veiligheid van ons land. We hebben eerder al een verklaring gegeven als regeringstop, de president samen met de vicepresident. Daarna hebben we het gedelegeerd aan de ministers en de verschillende commandanten om een statement te geven. Vandaag zijn we er weer en na ons komen weer de ministers en de commandanten om u te informeren waar we staan. Vandaag zondag 19 februari. We hebben net geëvalueerd alle maatregelen die we getroffen hebben. We hebben gekeken naar de situatie. We hebben naar alle informaties geluisterd en de regering heeft dan net besloten om de volgende maatregelen te treffen. Wij vinden namelijk dat de economie zo snel mogelijk moet gaan normaliseren. En we hebben gisteren gesproken met exponenten van het bedrijfsleven. Ook zij willen dat de economie zo snel mogelijk genormaliseerd wordt. Dat de gemeenschap weer goederen kan kopen. Dat de personen weer kunnen gaan werken. Dat de mensen weer hun spullen kunnen kopen. En daar hebben ze dus dat alles morgen genormaliseerd zal moeten zijn. Natuurlijk zal de veiligheid aanwezig zijn. De veiligheid zal opgevoerd worden in stad en district. Er zal meer surveillance zijn door politie, ondersteund door leger. Ook voor wat betreft de markten, dat die normaal open gaan. Voor wat betreft de scholen, dat die scholen allemaal normaal open zijn. Er is straks een persconferentie waarbij de minister van onderwijs ook alle informatie zal geven. De tankstations zullen allemaal open zijn. We hebben begrepen dat er een klein beetje onrust was, omdat niet alle tankstations open waren. Dat ook bepaalde tankstations geen brandstof wilden verkopen. We hebben beslist alle tankstations moeten open. Brandstof moet normaal geleverd kunnen worden. Met staatsolie hebben we gesproken. Je zal zien dat de prijs bij GoTo lager gaat zijn. Omdat het staatsbedrijf is, ook het GoTo-staatsbedrijf moet ons helpen, onze samenleving helpen. En nogmaals, er zijn ook maatregelen getroffen met het openbaar vervoer, de openbare bussen,
Die moeten normaal rijden. Daarvoor is de minister van TCT goede communicatie met alle bushouders en bushouderorganisatie. Schoolvervoer, daar hebben bepaalde bussen nog wat brandstofproblemen. Hopelijk dat ze voor morgen, voordat ze kinderen moeten vervoeren, al getankt hebben. Zodat alle kinderen ook normaal vervoerd kunnen worden. En voor wat betreft de schoolkinderen, ik roep jullie op om normaal naar school te gaan. De instructies op te volgen van de schoolleiders, van directie, van ook alle leerkrachten, meesters. En dat alles weer normaal moet gaan, omdat we geen achterstand willen hebben in ons scholenonderwijs. We willen geen achterstanden hebben in leerprestaties. Dus gaat u allemaal naar school. We begrijpen dat er veel onzekerheid is. We begrijpen dat er angstgevoelens zijn. Maar we moeten de samenleving zo snel mogelijk uit die angstsituatie helpen. En daarvoor is primair verantwoordelijk namelijk politie samen met het leger om veel surveillance te hebben. Veel buurtcontroles te hebben, veel wegcontroles te hebben en te zorgen dat de veiligheid gegarandeerd is voor een ieder. Er is enorm veel trauma ontstaan bij ondernemers. De mensen hebben geleefd in angst en angstsituaties. En natuurlijk zullen wij ook de slachtoffers bezoeken. Ik zal als president ook naar verschillende locaties gaan waar mensen getroffen zijn, waar ze slachtoffers zijn geworden, om hen te bezoeken. Omdat deze dingen niet voor mogelijk gehouden werden in Suriname. Het is gebeurd. Maar laten we als Surinamers, laten we als Annamang ook leren trekken. En wij als regering hebben ook beslist dat we alles zullen doen als regering dat deze zaken zich nooit meer herhalen. Dat alle personen die hiervoor verantwoordelijk zijn ook door justitie terecht opgespoord en berecht zullen moeten worden. Aan de andere kant zullen wij in communicatie gaan, in dialoog gaan met sociaal-maatschappelijke organisaties. De komende week, al deze week starten we al, met religieuze organisaties, met bedrijfsleven, met u al gestart zijn, met vakbonden, met u al gestart zijn voor goed overleg, gestructureerd overleg, om na te gaan hoe wij dit land beter kunnen begeleiden, hoe wij die maatregelen die we treffen beter kunnen begeleiden, kunnen temporiseren, kunnen communiceren met de samenleving. Want ook wij beseffen dat het zware maatregelen zijn. Minister van Financiën en van Buitenlandse Zaken hebben opdracht gehad om weer in dialoog te gaan met het IMF. Om te zorgen dat ook het programma goed bekeken wordt naar Suriname. Dat er meer financiële middelen vrijgemaakt worden. Ook vanuit andere financiële instituten zoals de IDB. Om sociaal programma uit te voeren. Armoede aan te pakken. En zorg dragen dat er weer verlichting in onze samenleving komt. We praten ook met de politie, met het leger. Waar ze ook aangeven dat ze met de mogelijkheden en middelen die ze hebben hun best gedaan hebben. We complimenteren ook het leger en politie dat ze op deze wijze hebben opgetreden. Natuurlijk wordt er geëvalueerd. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Natuurlijk kon het beter. Maar laat ook rekening houden dat dit allemaal gebeurd is en wat wij als regering kunnen doen, evalueren waar het beter moet gaan, laten we het beter doen en laten we onze samenleving beter gaan beschermen. Maar tegelijkertijd, dat vraagstuk van armoede moeten we goed aanpakken en zorg dragen, namelijk dat sociaal beleid geïntensiveerd wordt. We hebben net weer gesproken met minister Sociale Zaken en het sociaal programma team om na te gaan wat we sneller kunnen doen, meer kunnen doen, zodat er verlichting ontstaat in onze samenleving. Maar nogmaals, we gaan de samenleving in de steek laten. We begrijpen uw angstgevoelens. We gaan dat wegmaken met effectieve veiligheidsmaatregelen. We weten dat er een issue is met betrekking tot de koers. Daarvoor is er een clusterteam met een platformkoers om dat goed te beheersen, goed door te praten. En dat die maatregelen getroffen worden door alle betrokken stakeholders om te zorgen dat de koers en de economie zich gaat stabiliseren. Die containerprijzen vanuit China, die droppen verschrikkelijk. Die prijzen hier in de winkels moeten ook droppen. En de minister van Economische Zaken heeft opdracht gehad met haar team om controles te intensiveren in de verschillende winkels, dat die prijzen gecontroleerd worden. We moeten de samenleving beschermen. Maar laat het niet zo zijn dat als er ontevredenheidsgevoelens zijn in de samenleving, dat personen daarvan misbruik moeten maken. Dat personen daarvan hun eigen agenda proberen in te vullen. We gaan in ieder geval
ervoor moeten zorg dragen. En dat is werk van justitie, dat al deze zaken goed onderzocht worden. Als regering keuren we af wat er gebeurd is. We betreuren namelijk dat er zoveel schade gecreëerd is en zoveel slachtoffers gemaakt zijn. We betreuren het en we leven mee met al de slachtoffers. We leven mee met alle personen die letsel hebben overgehouden. En we hebben net beslist dat er ook een traumateam samengesteld wordt vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Om alle slachtoffers ook goed te begeleiden en dat ook met hun goed komt. We gaan door, samen ook met de vicepresident, om dit land te leiden naar betere tijden. En voor straks komen de ministers ook aan het woord. Maar de vicepresident zal ook aanvullen met ook een boodschap naar de Surinaamse samenleving. En uiteraard zullen wij als president en vicepresident het land leiden op het juiste pad, met de juiste richting, naar de juiste bestemming. En daarbij zullen wij de samenleving niet vergeten. En zullen alles doen om de samenleving te beschermen. VP. Daarnet heeft de president al een beroep gedaan op de gemeenschap. De maatregel die getroffen gaat worden, heeft de president dan net uitgelegd. Maar toch wil ik een kleine aanvulling. En ik wil het in het Surinaams doen. Meneer Vierboom, omdat u beroep op de ouders, dit is een ghetto. Dat jere, laten we niet op straat gaan. Maar ja, hoe zie alles om sa, om in vernieling, om in sanipsa, want misschien bevreden. Dat was een moro erg zijn bij hem zag. Maar mijn gidden school toe, grantangi. Hij was van een terrie op naar een soort dat hij. Dat hij. Smaal ook kies mankeri moro voor. Lek zijn bij hem zag. Lek zijn is marigeri. Maar vandaar dat ik van hieruit. Mijn want tak nanga. Alle ding. Groepen. Zijn bij qua straat. En zijn ook qua straat. Mijn want tak speciaal naar de ouders. Ouders, kijk wat is gebeurd. Mijn denk dat gewoon. Ouders want dat je eventjes moet gaan doen zoals Sani. Go en verniel trasma Sani. Nu kom je weer in de boroko. Maar van hieruit wil ik een beroep doen. Na al deze mensen die ik doe, dan zie ik wat ik hier heb. Met begonnen, dan moet je de ghetto. Mix man ook een haar hoef, go doen Sani. Nu kwam Samsa zo, Ali Samsa, Psa. Maar trasma bekam Psa. En smaal lassi. Una, ayuik. Ze moest ik abratamara. Maar als jullie zulke dingen doen, dan wat houden we over voor de jeugd. De trouwens, ze moest ik abakken. Zou ik hoor, gide abra. Met duan beroep op tapu tak jere. Als aan je zak bij mij hoe liben precies zo. Mek uno gua strati moro. Ja? Want uno zo zang kapsa tamara. If ik gua strati wans op mij uno, an las nuans ma. Na uno na volaf uno. En minanga president uno, want dat die, ze moest zang na volaf uno toch. Maar jullie moeten ook gehoorzaam zijn. Met uw arki, de instructie van Kong, als een ugona staat ik ba, al lopen uit de hand, uno make up zo'n tweede lesie, want a tweede lesie is fout loop af. En min one taki, u las no one's ma. Ja, want soms is dat bij, if de school doen bij worden strefi, kon andere dingen gebeuren. Dat de ma sa ap de tien, dat lukuf, wat if je las one tien, you lukuf, asan dat mi las one tien, u had meer. En mina a president le fos donja, uno won las no wasra na man. Want jullie zijn de toekomst, vooral de jongeren, won leu op boom. If wasra no boom, laten we praten. Ja? Wo kona den ghetto, wo tak na uno, ma me begu uno, tamara mi yere mai kondak aksi an, uno go na strati, uno go morof go plunder. Tis niet goed. Want, afspraak me gena ga schotu, de politie gaat hard optreden. En het is goed als we toch drie hard op in de stad kan zeggen. Vandaar dat ik begin dat ik hier met u gehoorzaam. En vooral, Abos Koepelis moest gewoon naar de ouders. Ja, de ouders moeten goed naar de telefoon, hoor de telefoon, dat kan ik hier no go. Ja, ik heb het samen met u daar, hier december, bij u hoorde mij voor Wosu.
O senhor está passando, está adicionando algo bonito. Eu gosto de estar aqui, quando eu estou aqui. Não, ei, escuto o turno, ei, uma sonha passar, não, eu estou, escuto, eu estou sujo sempre. Mas, dentro da forma, não estou sempre sonho. Um beijo está meu fã, quando eu me fono, bem, está osso. Bem, já que eu me mandar, eu vou jogar com sonho com sempre. E a, o beijo não só, o beijo de uma, quando eu estou de mim, meu rosto de mim é osso. Fã, quando eu me está, de sonho, de passar aqui, a moço passar, mano. Ai, o beijo não. E a, as pessoas que me beijam lá dentro da de buscar essa mãe. Está aqui na depois que fui. Me que a conta que eu vou buscar essa mãe, duas minhas fotos, essa mãe, a bum, da porque me beijam está aqui. Me que eu vou depois que fui ao sul. Me beijam o bacate de, está aqui o rolo depois ao sul. Está aqui na o safe, está aqui o visto a conta de tanga. Me que na essa mãe, tem que eu vou com o nhão, tem que ter nhão. Tem que eu vou com essa mãe, da luz que faça minha petame. O beijam o bar, está aqui na depois que me que eu vou de ao sul. Wan asan yo pasa wa sami e puis se wa start go do wa santa ah kwa usumo da asan dina ubun wa wanye men a president wa wanye sande u wan taki meke u libera freda a nya konde yaso ya a konde yo kombun a de piki wanye so de mteka konde a bafu chego mo fawe mai fu fonde ke fu de tre fawo chego mo fawe mi begi u gran tangi al de gato biot al de biot sefi mi begi te do abro ko pondo mi begi do amaro weina. Begido na Paramaribo pont buiten Rangula weg al den ghetto ghetto buurt mi begido na taki wago me kwas makayu wago moye ba begiu so alles man begi ainya ning farkeria so mi begiwi leke vice president mi begiu taki me ke u holiu e de kol me ke wago statimo u folk de instruksi sanga lantogi da u okoso mi juga tangi en mi hoop taki a oproep die doe je zo, u teken ten harte en u hol je safe. Ja, mijn begi, mijn bibi toe taki, u hol je safe. Allesama, meke u hol de pikin voor zo, u taken aan ding. Dus maar bij ons dat actie safe, u luk voor zijn wago bumo. Dat je zijn wago bumo, meke u wat doe zijn demo, meke u fika actie, u gerak kans, meke netje konde. Mijn gyuga aan tangi, desofara.